Hallo lieve mensen, een hele goede avond. Weet wat voor tijd het is. We zijn vandaag bij de Wadden trouwens. We gaan rug doen. We gaan waarschijnlijk ook nog even lekker boksen. Ik ben hier met Ara vanavond. Je ziet het. Vandaag gaan we even knallen. Hier bij de Wadden. We zijn Koog van der Zaan. Hier ben ik lang niet meer geweest. Laatste keer was met jou. Ik denk 2 jaar geleden of zo. Hè? Ja, 3, 2 jaar. Ja man. Ik heb even een kleine pre nodig. Deze was lijp, G. Hij gaat hem ook nemen. Dat naar beneden, man. Let's get it. Of is het naar boven hier? Nee, beneden, bro. Hier kan je naar boven, beneden. Je kan hier naar links, naar rechts. Het is fucking dolof hier, man. Hi, lieve mensen. We gaan een beetje voor die beide rug gaan we nu. We beginnen met deze. Ik begin hem eventjes vrij licht. Want ik ben nog koud. Yeah, buddy. Ja, ik heb er wel zin in vandaag, man. Het is tijd. Het is 8 uur bijna. Het is tijd om ik zo'n bakkatak kunnen. Yo, man. Iets lichter. Nog een paar keer. Het is voor die burn. Gotta hustle for the muscle. Puur gefocust op deze. Ay, 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 ay. I love it. You gotta love it, baby. Let me love with the way you know I'm talking about, boy. Yeah! Dat was wel die laatste, maar ik zeg je eerlijk. Oké, nee, naar rechts nog. Zijn er bijna. Dan die andere arm ook nog. Potverdomme. Yeah, buddy. Oké. Ik ga mijn shirt uitdoen. En ik weet dat met mijn shirt uitdoen dat het soms lastig wordt. Zeker omdat ik rug heb getraind. Dus dat moet ik... Meestal gaat het wel goed, maar met deze gaat het ook lastig worden. Kijk, zie je die vleugels? Ik heb hem. Zie je alleen deze nog? Ik heb hem, doe die armen nog. Broer, dit is een L, hè? Geen grappen. En nu mijn hoofd nog. Oh jee. Dit is een L, we maken geen grapjes, hè. You see that? Motherfucking L, boy. Show me motherfucking meat, boy. Show me motherfucking meat, boy. Met deze hoor, bro. Dat is weer voor deze. Hier die. Bam. Voel je dat? Andere flies. Ik wil eigenlijk armen doen, maar Ara die wil graag schouders doen. Ara is jarig vandaag, dus het is zijn feestje, man. Hij is niet jarig, maar het is wel zijn feestje. Dus roll. Shh. 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 Ja,
Netjes, netjes, ja. Kom eens via spiegel erop. Lekker man, appreciate. Ik moet uitkijken met mijn schouder, man. Wacht, ik wil hem nog één keer proberen. Ja. Nee man, ik ga deze niet doen. Deze is te gevaarlijk, man. Holy shit. Moet uitkijken. Oh ja, wat jullie niet weten waarschijnlijk. Ik heb deze in oktober heb ik hem uit de kom geschoten. Ik heb een verkeerde beweging gemaakt. We zitten nu in maart. En zo nu en dan voel ik wel eens iets geks. Ik moet daar rekening mee houden. Kijk, dit is wat makkelijker voor mij. Ik doe daarom 10 kilo aan beide kanten. En dan heb je deze 20. En dan doe ik hem gewoon wat vaker qua herhalingen. Om toch nog een goede pomp eruit te halen. Zonder mijn schouder over te belasten. Lekker man. Deze voelt wel goed. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe gymlife video. We zijn bij de Wadden gekomen in de zaak. We hebben net rug gedaan. Nu doen we schouders. En we gaan zometeen gaan we nog even lekker boksen. Er een mooi avondje van maken, lieve mensen. En ik wil jullie vragen om te abonneren en te liken. Dat zou de wereld voor mij betekenen. Volg me ook op Instagram. Fabio Oliveira. Fabio met een normale O. En Oliveira met een 0. Volg mij. Als je mij volgt, ik volg je terug. Dat zou de wereld voor me betekenen. Dank jullie wel. We gaan nog even deze pompen. En daarna gaan we lekker boksen. Hey, lekker. Wat hè? Lekker. Ik ga niet lekker boksen. Kijk hier wat een leuke hoek, man. Oh ja, zal ik die gewoon even pakken? Ja, je hebt gelijk, man. Fuck. Hoppa. Hoppa. Kijk, je ziet de techniek bij hem, hè? No way. Loop dit. Elleboog is knockout sowieso als deze in de buik. Allee, we gaan klappen vangen, G. Niemand die is op dat ding, man. Woehoe! Lekker. Die kwam hier, die. Hey, hoe voel jij je? Oh. Goed. Maar ik kost wel veel energie, man. Ik zeg je eerlijk. Vooral voor hem nu. Je ziet, hij is even aan het uitrusten. Kijk hoe nat zijn rug is. Nee, dat zegt al genoeg, man. Kom door. Ik ga wel les nemen.
Lekker! Je hebt wel power, man. Lekker, hoor. Ja, lekker hè? Die sessie goed gepakt, man. Kijk, als je zo naar huis gaat, heb je een goede workout gehad. Dat is één ding wat zeker is. Hoe voel jij je stips, man achter de camera? Ik voel me gewoon lekker, man. Ik heb nog even een beetje mee kunnen trainen. Ik ben nog fit genoeg voor morgen. Yeah, buddy. Ja, toch wel? Hoe laat moet je in bed uit? 5 uur, toch? 5 uur ga ik de deur hebben, bro. Maar over 4 ga ik mijn bed uit. Dat zijn vleermuistijden, man. Shit. 5 uur ben jij je deur uit. Ja, 5 uur lekker, zit man. In de auto. Dat zijn wel vleermuistijden. Ik heb die tijden ook gehad, man. Ik ben vroeger heb ik bij een banketbakkerij heb ik gewerkt. Dan moet je ook 6 uur beginnen en shit. Ik weet nog vroeger dat ik echt in die rap shit zat. En dat ik regelmatig optredens gaf. Weet ik nog wel eens een keer dat ik een hele nacht had doorgehaald. In de nacht moest ik optreden. En ik moest dan de volgende ochtend moest ik weer werken. Ik kwam helemaal loes aan op werk. Dat is helemaal fucked up. Gewoon dronken. Yeah, buddy boy. Ja, wat toffe gym, man. Wat dan? Met al die boxen daar.